Sinds 2008 komt de top van de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven samen met hetzelfde doel. Het sterker maken van de BV Nederland. Als één zijn we in staat tot grootse dingen. Je maakt deel uit van iets groters. Verschillende generaties slaan de handen ineen met de leiders van vandaag. Het zijn de mensen die koers willen zetten naar wat nog vaag is. En laten nieuwe samenwerkingen ontstaan. Welkom, welkom, welkom op de Big Improvement Day op BID 2012, BID 2013, BID 2014, op de Big Improvement Day 2017. 10 jaar geleden zijn we begonnen omdat we naast de derde dinsdag van september hadden we een positieve dag nodig. En zo is de derde dinsdag in januari ontstaan, Big Improvement Day. Ja, heel slim bedacht, want daarmee kun je elk jaar gewoon al een kruisje in je agenda zetten. En hiermee openen we de Big Improvement Day. En dit is een beetje een droom voor mij vandaag. Ieder individu, iedere organisatie kan een verschil maken. U moet leiderschap geven, ondernemer op Nederland. Wat dat betreft is Big Improvement Day voor mij heel belangrijk om overheid, wetenschap en bedrijfsleven bij elkaar te zien. Er zijn heel veel mensen die iets te vertellen hebben in Nederland bij elkaar. En dan ook te kijken welke verbindingen er te maken zijn. Om letterlijk dingen gedaan te krijgen. Ja, dat is precies de spirit die je wil. Ja, dat je gelijk open staat, dat je dingen wil doen, dat je dingen samen wil doen. Gaat u opstaan en zegt ja, ik doe mee. Want het is natuurlijk niet een grote debatingclub. Het moet ook morgen tot iets anders leiden. Nou ja, dat is de bid. Je moet dingen doen. Je moet op mensen af durven te stappen. En als je dat doet, dan zijn de mogelijkheden hier op de bid eindeloos. Bid heeft voor mij echt wel dromen vervuld. En dat moeten we meer en meer doen. Zorgen dat we stimulansen krijgen voor onze maatschappij. Heeft zoiets effect op een samenleving? Ja, natuurlijk. Nederland heeft events als de BID nodig. Want dat breidt zich uit van mens naar mens naar mens naar mens naar mens. Dus het is in zekere zin bijdrage aan de, ja, hoe zou je dan zeggen, voorwaarts gaan van Nederland. Dus er zit nogal een ambitie achter. En dat is ook BID. Dat is groot denken en het dan ook durven doen. Als ik denk aan hoogtepunten van BID, dan denk ik bijvoorbeeld aan Jozef Oebelkas. Ja, Wubbel Ockels. Lodewijk Asscher. Louis van Gaal. Omar Mooney. Günter Pauli. Want we hebben mensen nodig die inderdaad gekke dingen doen. Want als we alleen maar doen wat iedereen doet en normaal vindt, dan gaan we toch niet vooruit? Hij is een van de eerste mensen, Günter Pauli, waar je met plezier naar luistert en waaraan je kunt zien dat die duurzaamheid niet tot een treurig onderwerp maakt. Aan de oevers van de Amstel zal een Harvard moeten verrijzen met de beste business school van Europa. Zijn verhaal over de Harvard aan de Amstel. En toen dacht ik, ja, top. Maar ik moet die Harvard aan de Amstel nog wel zien gebeuren. Nu die wat hoger opgeschoven is, hou ik hem maar aan zijn woord. Dit is not the space which is unique, but it is the earth. Ja, Wubbo was natuurlijk als Nederlander zo boven de middelmaat uitgestegen. Je zag een man zo vol van die duurzaamheid, zo ziend wat er allemaal kon. Ja, dat was zo waanzinnig en hij heeft het gewoon gedaan. Er zijn een aantal fantastische projecten uitgekomen. En dat is buitengewoon bewonderenswaardig. Focus, neem verantwoordelijkheid, bepaal doelen en bereik ze. Ja, als iemand als Jozef op dat podium staat en dan zo'n persoonlijk verhaal vertelt, dan komt dat binnen. Het is iemand, ja, die iets overkomt wat zo ongelooflijk is en dat hij met zoveel kracht en zoveel sterkte dat omdraait. En dat gouden moment dat ook zijn moeder het podium opkwam. Mama, kom eens op. Voor mij was een hoogtepunt wel de ontmoeting met Richard Branson. Ja, dat was echt geweldig. Is there room for 2 more broke students on the plane to DC? If you've got your passports, you can come and join me on the plane, that'd be fine. Heel indrukwekkend vond ik ook het optreden van Kim Spierenburg. Dat was wel heel erg ontroerend. Op momenten dat ik op een heel groot podium sta, dan denk ik wel terug aan BID en waar het allemaal begon, hoe het begon. Als Matthijs haar niet uitnodigt nadat ik hem heb gebeld, kom ik ook nooit meer bij De Wereld Draait Door. Ali, ik hou van hem. Voor mij degene die ons niet op de hak neemt, maar wel zaken relativeert. Hij zegt ook de dingen die gedacht worden en niet altijd hardop gezegd worden. En denkt gewoon, nee, dat wil ik, dat vind ik vet, dus dat ga ik gewoon, dat roep ik. Wat mij bijblijft van de BID is dat er altijd concrete acties uit voortkomen. Het is eigenlijk een vorm van een journey. En dan ben ik elk jaar weer verrast en blij om te zien wat voor mooie initiatieven er na de BID weer ontstaan zijn.